Hoi allemaal en welkom bij weer een andere tutorial. En in deze tekenles gaan we op steen tekenen met de Arteza brushpen en de Arteza chalkmarkers. Hier zie je al wat probeerseltjes die ik heb gemaakt. Een egeltje, een muisje. En wat je eigenlijk moet zoeken zijn stenen in de buurt. En ben je niet zo blij met de kleur van de steen? Dan kun je die natuurlijk even wit maken of helemaal geel of rood of wat je maar wil. Die chalkmarkers moet je een beetje oppompen en dan komt dus de verf naar die tip toegelopen. Nou, hier zie je, ik zal even een stukje voordoen, dan maak je hem gewoon helemaal bijvoorbeeld wit. En dan kun je daar dus een dier op gaan tekenen. Hier heb ik een witte steen. En ik ga een lieve heersbeestje maken. Dit wordt zijn koppetje. En dit wordt zijn neus. Ik wil een hele leuke, vrolijke lieve heersbeestje maken. Met een hele dikke neus. En dit wordt dan zijn mond. En boven die neus, ik zal hem ietsje draaien, dan kun je het goed zien. Daar komen dan de oogjes met de pupillen. Je ziet dat dat heel makkelijk gaat met zo'n brushpen. En hier komen dan de vleugels en natuurlijk de stippen. Ik teken rondjes. En ze zeggen dat je kan zien aan het aantal stippen hoe oud een lieve heersbeestje is. Eens even denken hoe oud we deze zullen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan nog 2 achterop. Dan is deze 8 jaar oud. Zeggen ze hoor, maar volgens mij is dat een fabeltje. Dan is het tijd om het gezichtje helemaal zwart te maken. Dus ik teken voorzichtig alles zwart in, om de ogen heen en ook om het mondje heen. Zo blijft de mond zichtbaar. En poppen die ogen dus heel leuk eruit. De achterkant maak ik ook even donker. En dan is het natuurlijk tijd om met rood in te kleuren. Er zijn ook heel veel verschillende soorten lieve heersbeestjes. Je hebt ook lieve heersbeestjes met van die gele kleurtjes, zeg maar. En, maar goed... Ik heb gekozen voor de eenvoudigste en misschien doe je dit ook voor het eerst. Dus dan zou ik gewoon lekker simpel beginnen. Gewoon met rood met zwarte stippen, lieve heersbeestjes. En dan kun je zelf kiezen hoe oud je die wil laten zijn. Dus het aantal stippen kun je dus ook verzinnen. Ligt eraan hoe groot je steen is ook. Je ziet hoe makkelijk je het in kan kleuren met die chalkmarkers. Zoals ze dat noemen. En ik heb voorzichtig om die stippen heen getekend. En dan breng ik nog wat meer details in het gezicht. Het leuke van die chalkmarkers is dat ze op waterbasis zijn. Dus ze zijn hartstikke veilig. En ze mengen ook een beetje met elkaar. Dus dat is wel gaaf, want dan kun je zelfs een beetje glans op die vleugels intekenen en wat glans op die stippen bijvoorbeeld. En hier zie je ook die neus, dat mengt gewoon mooi met elkaar. Dus probeer het maar eens even uit in hoeverre je dat wil mengen. Nou, hij begint er al aardig op te lijken. Even kijken hoor, dan moet hij ook nog van die sprieten op zijn hoofd krijgen. Dus dat kun ik probeer even met potlood, maar dat wil niet zo goed. Maar dan kan ik wel zien waar ze moeten komen. Dus dit worden dan die voelsprietjes. En als het er een beetje intrekt, moet je het even laten drogen. En ik teken ook een lijntje eromheen. Dus als dat droog is, dan kun je er nog wat meer laagjes wit overheen trekken. Hatsje. Even kijken, dan is die eigenlijk wel zo goed als af. Alleen af en toe moet je het even laten drogen. En dan kun je er weer een laagje overheen zetten. Dus dan wordt die tekening steeds scherper, zeg maar. Hij is leuk, hè?
Ik vind lieve heersbeestjes altijd hartstikke leuk om te tekenen. Nou, bij deze Arteza chalkmarkers, daar zitten ook nog extra tips bij die doos in. En je kunt hem ook omwisselen, dus omdraaien zeg maar. Dan heb je bijvoorbeeld een wat scherpere tip. Hier kun je dat zien. Er zitten ook allemaal stickertjes in. Dus die kun je ook weer gebruiken als voorbeeld of om labeltjes te maken. Lieve heersbeestje bijvoorbeeld in het Engels is Ladybug. Dus dat vond ik dan wel weer leuk om dan in het Engels te schrijven. Ladybug. Nou, dan kun je dat bijvoorbeeld op een plaatje ernaast plakken als je dat leuk vindt. En je hebt dus heel veel tips. Soorten tips daarbij. Even kijken hoor, hij is weer een beetje droog. Dus dan doe ik weer even een laagje extra. Dus dan kun je zien hoe mooi wit. Het wordt steeds witter, zeg maar. Dus, nou, hartstikke leuk spul. Ze hebben ook zelf cijfers, zie ik hier. Allerlei soorten labeltjes. Super gaaf. Nou, dan zal ik afsluiten. Ik schrijf even mijn naam, dus ik draai hem om. Dan heb ik een beetje een letterschrijftip. Dus, hier is mijn naam. Lieneke. En dan, misschien vind je het ook leuk om eens op stenen proberen te tekenen. Doe je best. Vond je deze video leuk? Geef hem dan een dikke duim omhoog. En tot de volgende tekenles.